Dit is een extra uitzending van het Nieuws van de Week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. Ik ben Jeroen Tjepkema en in dit journaal gaat het over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De politieke partij PVV heeft de verkiezingen gewonnen. Van alle 26 partijen die meededen, kreeg de PVV de meeste stemmen. De uitslagen van die stemmen werden op televisie bekendgemaakt. En meteen al bij de eerste telling was het duidelijk. We zagen hem groeien afgelopen dagen in de peilingen. En kijkt u eens mee, van 17 naar 35 zetels voor de PVV. Een verdubbeling dus voor die partij. De leider van de PVV, Geert Wilders, is erg blij met de uitslag. De grootste partij van Nederland. En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. Volgens onze verslaggever, die het politieke nieuws volgt, was de uitslag een grote verrassing. Nou, dat zoveel mensen op de PVV zouden stemmen, dat had echt niemand verwacht. Vier partijen leken misschien wel te gaan winnen, maar er waren ook nog heel veel kiezers die twijfelden. Nou, die zijn naar Wilders gegaan. Hij praat namelijk makkelijk over onderwerpen en ook nog eens over onderwerpen die mensen belangrijk vinden. Bij de PVV is het feest, maar bij andere partijen waren mensen teleurgesteld. Bij de VVD bijvoorbeeld. Die partij was jarenlang de grootste van Nederland, maar nu niet meer. De leider van de VVD zegt dat ze goed gaat nadenken over de uitslag. Voor ons valt de uitslag tegen. En ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. De PVV is nu dus de grootste partij. De letters PVV betekenen Partij voor de Vrijheid. In de plannen van de PVV staat dat het leven voor veel mensen goedkoper moet worden. Dus minder dure boodschappen, huurhuizen en benzine. En ook wil de partij dat de zorg beter wordt in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen. De PVV wil ook een aantal dingen niet. Zo wil de partij minder samenwerken met landen in Europa. Nederland moet meer zelf beslissen. Bijvoorbeeld dat er hier voorlopig geen asielzoekers meer worden toegelaten. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Dat de mensen ervoor zorgen, dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. In het programma van de PVV staan ook plannen die te maken hebben met de islam. Zo wil de partij dat moskeeën in Nederland verdwijnen en dat islamitische scholen worden gesloten. Maar de afgelopen weken zei Geert Wilders dat hij dat voorlopig niet zal proberen. Omdat hij andere onderwerpen belangrijker vindt. Toch maken mensen zich wel zorgen over zijn ideeën. De leider van de partij GroenLinks-PvdA zei dat hij het zal opnemen voor die mensen. Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik hier nog wel? Dan zeg je heel duidelijk ja. Ja! GroenLinks-PvdA is tweede geworden bij de verkiezingen en krijgt ook veel mensen in de nieuwe Tweede Kamer. Maar niet zoveel als de PVV. Dat de PVV nu de grootste partij is, betekent niet dat alles wat die partij wil ook meteen gaat gebeuren. Dat legt onze politieke verslaggever uit. Nou, de PVV heeft in zijn eentje niet genoeg stemmen. Er zitten namelijk 150 mensen in de Tweede Kamer. En als Wilders zijn plannen door wil laten gaan, moet meer dan de helft die plannen ook gaan steunen. Hij zal dus afspraken moeten gaan maken met andere partijen en misschien ook wel iets aan zijn plannen moeten veranderen. En dus kan het best ingewikkeld worden. Er is nu gekozen wie er in de Tweede Kamer komen, maar er moet ook nog een regering komen met een premier en ministers.
Ook daar moeten de politieke partijen samen uit zien te komen. Geert Wilders wil het wel proberen, zegt hij. En nu zullen wij ook moeten zoeken met elkaar naar overeenkomsten. Zullen we met elkaar moeten samenwerken. In dit extra journaal ging het over de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De PVV kreeg de meeste stemmen en is de grote winnaar. De komende tijd moet duidelijk worden welke partijen willen samenwerken met de PVV. Volgende week is het Nieuws van de Week er weer met een langer journaal. Tot dan.